Joe Biden belooft op die NAVO-top dus meer luchtverdedigingssystemen aan Oekraïne. We zoomen deze week extra in op dat land. 2,5 jaar oorlog inmiddels. Ondanks dat draait dat land nog steeds door. De vraag is hoe, en dat laten we uitzoeken door Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever die in Oekraïne is. Vandaag neemt Geert-Jan ons mee naar een kraamziekenhuis in de stad Gerson. Daar zijn ze die beschietingen zo zat dat daar besloten is om dat ziekenhuis ondergronds uit te breiden. En dat is trouwens niet de enige plek waar ze onderduiken voor de Russische raketten. Er is ook goed nieuws. Er is in Gerson een kindje geboren. Dat gebeurt ook. En dus treft Geert-Jan Haan een zeer vrolijke directrice, Svetlana. Wat een geweldige datum om af te spreken, zegt Svetlana. Er is een nieuwe inwoner van Gerson. Wat een feest. Er is een baby geboren. Locatie, Gersonstad. Project, kraamziekenhuis. Uitdaging, een bevalling, onder de grond. Gaan we nu dus weer een lift in? Oké, dus we zijn nu in de schuilkelder die de kraamkliniek is. In een maand worden 22 kinderen hier geboren, dus nog best wel wat. Maar zelfs als er één kind geboren wordt, dat is ook een mens. Je hoort hier Jeroen Ketting. Met deze Nederlandse humanitaire ondernemer reis ik deze week dwars door Oekraïne. Ah, kijk, je kan hier zien hoe het eruit ziet. Dus dit is nog niet gerenoveerd, maar dit is hoe ze het nu doen. Dus dit is een ruimte waar mensen opgevangen worden na operaties. Dus dan zie je hoe ze hier, ja, gewoon in een kelder. Aha, en dit is ook een... Hier worden ook geboortes begeleid. Ja. Dat duurt gewoon even. Dat duurt gewoon even. Ja, jij bent vader, jij weet het beter dan ik tenminste. Het duurt even, Jeroen. Het duurt even. Maar je hoorde net, je hoorde de explosies en de beschietingen buiten. En dan kun je je voorstellen dat bij een bevalling dat je dan zelfs liever hier in de kelder zit dan dat je op de eerste of tweede verdieping... het risico loopt om beschoten te worden. In april kondigde de gouverneur van Gerson aan dat alle medische en educatieve instellingen in Gerson een toekomst onder de grond hebben. Waaronder dus dit kraamziekenhuis. Er is flink wat geld mee gemoeid dat de Oekraïnse overheid van Europa heeft gekregen. Als we horen over de miljarden van de EU, van Nederland, van de Verenigde Staten die naar Oekraïne gestuurd worden voor niet-militaire hulp. Dan zitten we dus nu letterlijk in een voorbeeld van waar dat geld en hoe dat geld terechtkomt. Ketting verbindt vaak vermogende Nederlandse ondernemers en bedrijven met Oekraïnse projecten. In dit kraamziekenhuis sponsort hij een nieuwe ruimte voor röntgenfoto's. De oude is afgebrand na een raketinslag. En je raadt het al, ook voor deze kamer moeten we onder de grond zijn. Dus de raket is hier ingeslagen. Door dat raam. Waar de spaanplaat nu voor staat. Je ziet het is helemaal verbrand hier binnen. Maar door de hitte hier binnen is de röntgenruimte die hierboven ligt eigenlijk gesmolten. Ik denk dat wij hier zo'n 50.000 euro aan kunnen besteden. Wat het gaat kosten, ik denk dat het wat meer gaat kosten. Rodom Nomeradin, zoals dit kraamziekenhuis heet, ligt op een levensgevaarlijke plek. De rivier de Dnipro is de frontlinie die de stad Gerson scheidt van door Rusland bezet gebied. Het gevaar komt trouwens niet alleen vanuit de hemel. Het kraamziekenhuis is één straat verwijderd van de oever. Dat betekent dat je op sommige punten vanaf de andere oever in het zicht van een scherpschutter komt. De scholen gaan dus ook ondergronds. In andere frontsteden ook. In Kiev ben ik op de School of Economics in de schuilkelders geweest, waar de lessen door kunnen gaan. En er zijn in Oekraïne ondergrondse wapenopslagplaatsen. Aan het front zelf heb je natuurlijk bunkers en loopgraven. En in Gerson bezoeken we naast de kraamkliniek ook nog een ander ziekenhuis, maar ook een paar kelders die Jeroen Ketting sponsort, waar soms tientallen stoelen staan opgesteld. De kelder is een cursusruimte geworden. De lokale reddingsservice, DSNS, dat is een beetje een combinatie van ambulance, brandweer en een soort politiefunctie ook. Die doen opleidingen voor medisch personeel hier in heel Gerson. Er zijn eigenlijk geen veilige plekken waar je 20, 30 mensen samen kan hebben. Nou, ik heb je nu door een deel van ondergronds Gerson meegenomen. Maar we moeten nog naar één plek toe. Ik sta nu in de kelder, zo'n beetje van de kraamkliniek in Gerson, die wij gaan helpen. En dit is kleine Nazar, die op 3 juli is geboren.
Dit is zijn moeder. Akakwa Sabut. Julia. Oké. Okay. En Rebjonok. Nazar. Dobre. Dobre? Dobre, da. Moeder Julia zegt dat alles oké is. Wat voor toekomst wenst zij voor Nazar? Ze had het over Mirna Niabe. Zeg maar een vredige hemel, maar ook een vredige lucht. Hè? Want hier komt de ellende uit de lucht. En dat is de gedachte die ze hier als eerste en als laatste hebben. Als er maar een rustige lucht is. Zij ondernemer Jeroen Ketting in een reportage van Geert-Jan Haan. Op bnr.nl vind je uitgebreide verslagen van de reis die Geert-Jan door Oekraïne maakt. Zo ook dus vandaag over hoe Oekraïne ondergronds gaat, zoals we net hoorden.